kort, mijn naam is Martijn en naast mij zit Arjen. Arjen, en jullie hebben Arjen misschien wel eens gezien in een van onze lease video's, daar weet je heel veel vanaf. Dat klopt. Maar jij houdt ook van ander soort auto's. Dat klopt ook, ja. Zoals deze. Porsche 911. Porsche 911, kijk. En je zit niet heel royaal. Rechts zit de kinderstoel. Rechts zit de Maxi Cozy, zoals het ook wel heet. Ja. Nee, deze stoel is van Kevlar. Ja. Die waar jij in zit is van kunststof. En als ik daarin zit, dan werkt de zwaartekracht iets meer mee. en dan wijkt die wat. En dan kan ik inderdaad beter zitten dan in dit stoeltje. Hier zitten normaal kleine coureurtjes in. Die kilo of 60. Maar heel de auto ziet er van binnen wel serieus uit. De oplettende kijker. Iedere kijker die ziet wel het klimrek achter ons. Ja. Daar hou ik wel van. Een beetje gymnastiek. Ja, dit is wel een vrij serieus apparaat. Ja, het is een Carrera 2. Handbak, zonder schuifdak. Hij is opgebouwd als GT3, dus er zit een origineel GT3 Bilstein onderstel onder. Er zit een originele kooi in, zoals ze inderdaad in de GT3 Cup auto's ook zaten. En de stoelen uit de 996 Cup auto's zitten er ook in. En die zijn vrij smal. Die zijn vrij smal, ik moet zeggen, ik zit hier prima. Ik zie het. Die is nog een maatje smaller. Deze is één maatje smaller inderdaad. Ja. Ik ben één maatje breder. En we zitten vrij serieus ingesnoerd. Ook dat. Nou hoeft het bij mij niet hoor, want ik zit zo strak in die stoel. Je moet wel een serieuze botsing hebben, wil ik hieruit. Maar waarom een 911? En waarom deze 911? Vanaf dat ik een klein jongetje was, dat zul je vast vaker horen, ben ik al helemaal gek van Porsche 911. Vroeger een foto van de 930, van de Turbo. Dat was de ultieme auto. Vind ik nog steeds een fantastisch mooie auto. Nou, jij bent lang, ik ben ook vrij lang. In die auto kan ik niet heel goed zitten. Plus het feit dat de meest betaalbare 911 is toch een 996. Dat is voor mij toch ook wel nog een wel. Nog wel. Ze stijgen in waarde, dat klopt. Ik wilde per se 911, ik wilde per se achtwielaandrijving en een handbak. Ik hou van sportief rijden. Ik rij af en toe op het circuit. Dat heb ik met deze auto gedaan. En dan hou ik van iets sportievere afstelling. Uitlaat kan ik open en dicht zetten, vind ik ook wel fijn. Dus als je een dorp in gaat, dan kun je de uitlaat dicht doen. Maar ja. Vinden je buren wel zo prettig? Geen idee, want ik heb het nog nooit gedaan. Ja, dat is namelijk niet leuk. Dat hoor je altijd aankomen. Ja, dat horen we altijd aankomen. Maar dus ik was eigenlijk op zoek naar een basis. Een 996 Carrera 2, handgeschakeld. Om zelf op te bouwen een auto zoals ik hem wil. Toen kwam deze voorbij en die was zoals hij nu is. En dat was eigenlijk precies zoals ik hem zou opbouwen als ik hem zelf op zou bouwen. Dus, geluk bij. En dan vaak voor kosten waarvoor je het zelf niet had kunnen doen. Exact. Iedereen die wel zijn auto gemodificeerd heeft, weet dat. Die kosten zie je nooit meer terug. Klopt. Of in ieder geval voor het merendeel niet. Nee, dat klopt absoluut. Deze is wel echt serieus opgebouwd. Inderdaad, zelfs de airco is eruit gehaald om gewicht te besparen. Gelukkig gaat wel zon net schijnen. En vervolgens ga ik erin zitten. En brandverdragende bekleding, dat groeit zo lekker. Ja, nee, dat klopt. Nee, dus hij is als track tool opgebouwd. Ja. En dat is precies zoals ik het leuk vind. Je merkt het nu ook en je ziet het waarschijnlijk ook als je nu kijkt dat de vering ook wat strak is. Vrij mannelijk afgeveerd. Ja. Nee, wij zijn de vering. Tenminste, ik ben de vering. Ik veer zelf vrij. Ik vind het nog wel meevallen. Het is niet oncomfortabel. Hij is ook niet heel zwaar, denk ik. Hè? Nee, klopt. Dat scheelt vaak ook wel een hoop. Als je niet dan ook nog het eigen gewicht van de auto hoeft te compenseren. Nee, dat klopt. Kijk, Sander heeft zo'n auto 300 pk. Deze zit ook rond dat vermogen. Ik denk dat hij iets meer heeft. Niet heel veel meer, maar iets meer. Ja. Want op het moment dat we op het circuit rijden, zien we natuurlijk bij andere 911's wel van hoe doe je het op het rechte stuk ten opzichte van een vergelijkbare auto. En dat is voor hedendaagse maatstaven natuurlijk niet heel veel. Nee, maar de 300 pk, voor een moderne sportauto niet. Maar nee, dat klopt. Gewoon een auto is dat nog steeds veel. Ja, dat klopt. Maar ja, zoals je al eerder zei, ik ben gewend om elektrisch te rijden. Ja, maar dan valt het altijd tegen natuurlijk, in ieder geval qua acceleratie. Dat klopt, maar qua rijbeleving. Je zit natuurlijk fantastisch. Hè? Ik vind hij rijdt strak, hij stuurt strak. Ja. Het geluid, dat doet ook nog mee. Ja, en er gebeurt ook gewoon nog iets. Hè? Ja. Je hoort dingen, hè? Vooral wat er natuurlijk wel achter is. Ja. Het klinkt echt lekker hoor. Hij klinkt heerlijk. Een goede hel zit erin. Absoluut. Als je hem straks even tot de 7000 trekt, dan merk je ook dat hij pakt het ook goed op. Deze komt uit 1997. Hè? In Nederland waren ze vanaf 1998 geleverd. En in 97 hadden ze nog een gaskabel. Hangt ook lekker aan het gas inderdaad. Hangt heerlijk aan het gas. Dus ja, dit is voor mij wel een droom die uitkwam. Ja, snap ik. Nou, hij zegt 300 pk is niet zoveel, maar dat lijkt me genoeg om het op het circuit interessant te houden. Ja. Je kunt alsnog jezelf prima in de problemen
Ja, dat is absoluut waar. En dan met 500 wordt het dan niet per se leuker meteen? Nee, dat ben ik met je eens. De auto is perfect in balans, vind ik. En dat doet het natuurlijk op het circuit. Hè. Het is niet alleen maar rechtdoor. Ja. Je hebt veel bochtenwerk en dan vind ik deze auto wel echt heel fijn. De gewichtsverhouding is goed, het stuurt lekker strak. Ja, ik heb op het circuit, ja, wat haalt hij daar? Je haalt, op assen haalt hij ongeveer 200 km per uur, dat is de max. En dan ben je niet de snelste, niet de langzaamste. Dus je kunt gewoon leuk meedoen. Ja, en vooral op de track inderdaad, als je dan af en toe een interessante battle hebt in een paar bochten, dat is leuker dan all-out rondetijden. Ja, het is leuk voor jezelf om te zien hoe je verbetert, maar ja, je kunt niet winnen, je kunt alleen maar... uiteindelijk je kunt alleen maar verliezen, ja, nee, dat klopt. Als het wel te hard gaat. Ja, ja. Nee, daar waak ik natuurlijk wel voor, want ik ben er wel zuinig op. Ja. Ja, snap ik ook wel. Maar gebruik je hem alleen voor de circuit of ook voor plezierritjes? Ik gebruik het ook voor plezierritjes, absoluut. Als ik een lange werkdag heb gehad en je stapt even in deze auto en je rijdt een kwartier, dan is je hoofd leeg en dan ben je weer helemaal gereset. Ja. Ja, dat is heerlijk. Hier in het noorden van het land heb je nog iets meer ruimte om in ieder geval een beetje te spelen. Ja, klopt. Ja. Filerijen is geen plezier met is geen pretje met deze auto. Nee, er zit ook een lichter vlieg. Ik vond het niet heel heftig voelen net toen weggereden. Nee, zit er geen lichter. Veel lichter vliegwiel. Nee, nee. Het is vaak ook wel zoiets waar het in één keer. Maar je bent natuurlijk verwende elektrische rijder. Dus dan moet je helemaal pedalen intrappen en zo. Ja, dat is allemaal heel ingewikkeld. Je moet wel heel veel zelf doen in deze auto. Ja. Ja. Nee, maar je moet wel een beetje werken. Dat is. En mijn ultieme auto is dan. Als een ultieme auto. Als autoliefhebber natuurlijk heel veel ultieme auto's. Ja, ja, een glijdende schaal, hè? Of in ieder geval dat wisselt ook met je... Ja, dat wisselt. Ja, dat klopt. Net als je humeur af en toe. Hè, dan heb je weer een andere auto. Maar een originele GT3, dat is natuurlijk nog mooier. Maar is dat zo? Vind ik wel. Maar zou je daar net zo mee durven rijden? Nee, dat is dan weer precies het punt. Dat is toch over heel andere waarden van een auto die... Ja, het is wel heel veel specialer qua motor dan in ieder geval. Een Mesker motor, ja. Dus dat meer vermogen. Wat je zegt qua onderstel en hoe deze opgebouwd is, dan dat scheelt natuurlijk niet. Eigenlijk is het enige verschil de motor. Ja. De remmen zijn ook aangepast. Het koelsysteem is aangepast naar GT3. Ja, maar deze durf je nog een track day mee te doen. Ja. Met de GT3 en de gekke dagwaardes. Dan gaat op een gegeven moment wordt het te spannend, kan ik me voorstellen. Ja, dat klopt. Daar ben je toch voorzichtig mee. En die waarden stijgen steeds verder door nu. Ja, als je een mooie GT3 hebt met niet veel kilometer, zit je toch rond de 100.000 euro. Ja. Ja, dit is natuurlijk een fractie ervan. Dus dat klopt. Je durft hier wel meer mee. Daar ben ik helemaal met je eens. Maar goed, ergens maakt dat het natuurlijk ook een droomauto. Het minder rationele. Wijs je naar je CHR? Nee, ik wijs naar de kenteken daar houden. Oh, niet gezien. Die kwam bij jullie vandaan? Ja, klopt. Ja, ja, dat is toch altijd, dat let je toch altijd een beetje op. Groepsinformatie. Ja. Absoluut. Maar 911 GT3, dat is voor jou echt een... Nou ja, kijk, 996, laatste handgebouwde Porsche, 911 GT3. En dan met name de type 1 vind ik, dat is toch wel, een nieuw doel, zeg maar. Ja. Ja, snap ik wel. Aan de andere kant, wat je zegt klopt precies, durf je daar net zo mee te rijden en durf je daar het circuit mee op? Ja. Ik weet het niet. Ja. Maar één manier om erachter te komen. Gewoon kopen en rijden. Ja, dat klopt. Ja, ik vind het altijd bijzonder, het is altijd een beetje het lelijke eentje, wordt heel gezien, de 996. Ja, maar ik vind het vooral, dit was echt een revolutie. De 993, dat was echt ultiem voor het beduren op hetzelfde concept. Ja. En hier gingen ze echt iets radicaal anders doen. Ja. En andersom, nu vind ik dit echt die mix tussen, hij is oud genoeg dat je voelt dat er dingen gebeuren, ja. Maar niet zo oud dat je erom moet denken als je ermee rijdt. Klopt. Nou, deze heeft dan geen airco, maar gewoon starten en rijden en wat dat betreft het rijdt een moderne auto. Auto. Ja, nee, dat klopt. Ergens rond de eeuwwisseling zit voor mijn gevoel dat omslagpunt, waar auto's steeds minder leuk, uiteindelijk werden veel auto's minder leuk. Ja, daar ben ik met je eens. Ik vind dat die mooie auto's geworden. Met name de achterkant vind ik fantastisch. De koplamp is natuurlijk al voldoende over gezegd. Maar ook dat vind ik steeds minder storend. Naarmate die ouder wordt, droogt die mooi op, vind ik. Ik kijk er met plezier naar. Het is geen hele schreeuwerige auto. Hij is natuurlijk niet turbobreed. Nee. Dus het is gewoon narrowbody. Ik vind het wel sierlijk. Spoiler achterop, de een vindt het lelijk en de ander vindt het mooi. Ik vind het hoort bij een GT3. Ja, en je kon het ook krijgen, het hele aero pakket op een 996. Ja, klopt. Ik dacht een beetje raar uitzien, want die hebben dan niet die GT3 rijhoogte. GT3's waren af fabriek al echt laag. Ja. Dan heb je wel dat pakket met die verlopende doorpot of zo. Ja. Lekker hè? Ja, ik vind ook, dat is zo'n klein detail, maar gewoon de weerstand van het gaspedaal, dat voelt ook heel mooi. En hele lange slag. Ja. En gewoon, je kunt goed
Dat klopt. Ja, ik vind het gewoon met name lekker als je lekker doortrekt. Hij pakt hem heel mooi door in de versnellingen, vind ik. Ja, het is gewoon. Schakelt ook echt super lekker. Ja, het is een gezonde auto. 165.000 kilometer. Ja. Ja, dat zegt op een gegeven moment zo weinig met dit soort auto's. Ja, het zou kunnen kloppen dat die 165.000. Ja, ook het zou ook niet kunnen kloppen. Heb je alle boekjes erbij, alles gestempeld? Uiteraard. Ja. Ja. Ik heb wel een hele dikke map met alles wat er gebeurd is. En er is nog wel wat gebeurd. Ja, IMS is gedaan, ook altijd zo'n dingetje. De mensen natuurlijk. Nou ja, daar worden mensen heel zenuwachtig van. Let erop, als je kijkt hoeveel, als je percentage uitdrukt, hoeveel auto's hebben daadwerkelijk last ervan gehad, dan valt het wel reuze mee. Ja. Maar wat is nu het plan met deze? Heel lang koesteren? Ja. ik hoor hem niet. Ja, dat hangt er vanaf. Hè. Kijk, als er iets anders moois voorbij komt. En, uiteindelijk, bezit van de zaak is het einde van het vermaak, zeggen ze wel eens. Nou, ik vermaak me nog steeds heel erg met deze auto. Dus heb je lang gezocht naar een 911? Jawel, ja. Ja. Hij los van het jongensdroomverhaal, maar het moment dat je serieuzer op zoek was. Ja, want je ziet heel veel auto's voorbij komen. Het eerste gezicht denk ik van ja, dat kan wat zijn. Kom je daar en dan val je toch weer over dingen. Of het is net niet zoals je wil. En, uiteindelijk ben ik dan wel zo'n mierenneuker die zegt van joh, het moet wel precies zo zijn als ik wil. Ja, maar ook als het gaat om het vervullen van je droom, dan is het ook... Mag je ook wel kieskeurig zijn, dat ben ik met je eens. Andersom verlies je veel mensen uit het oog en die kopen dan iets wat dan toch tegenvalt. Ja. En dan blijf je lang verdrietig. Kijk, het was of een basis kopen en zelf aan de slag gaan. Ja. Of iets kopen wat iemand anders inderdaad heeft aangepakt. En de man voor mij en die daarvoor, die hebben echt met heel veel over detail hebben ze deze auto opgebouwd. En dat zag je aan alles. De man waarvan ik hem gekocht heb, dus was iemand die zegt van joh, ik vind het opbouwen leuker dan het rijden. Dus deze auto was voor hem klaar en hij ging door met een nieuw project. En al pratende, dan heb je wel door van ja, klopt het wat hij zegt. Ja, hij weet waar hij het over heeft. Hij weet waar hij het over heeft. Ik zie je ook die deurpanelen en zo. Dat is ook, ja, leuk hè? Een cup auto, wat is dat dan? Nou, dat is onbekend. Ik heb hem ook op zo'n, uiteraard een paar foto's op mijn forum gezet van medeliefhebbers. En dan kreeg ik de vraag, waar heb je die deurpanelen gekocht? Nou, die heb ik niet gekocht. En helaas, de man die voor mij deze auto had, heeft ze ook niet gekocht. Want ze zaten er al in toen hij hem gekocht heeft. Maar al dat soort details kloppen gewoon. Dat vind ik wel heel gaaf van deze auto. Ja, klopt. Ja. Ja, het is niet zo dat hij heel gek is opgebouwd. Nee, dat je iemand zijn project kopen, dat kan ook minder goed uitpakken. Ja, die dan zeg maar van links en van rechts wat pakt en erop pakt. Lekker. Is toch echt lekker. Ja. Het gaat over van brom naar gegillen. Ja. Een keertje. Hij raamt echt lekker aan het gas ook. Ja, absoluut. Echt wat je zegt. En natuurlijk helpt dat hij ook redelijk leeg is van achter, dat je er nog meer van hoort. Ja. Gewoon zo'n oergevoel. Hij dempt niet echt. Nee, maar dat hoeft ook niet. Nee, maar dat is toch te gek. Dit is wat je wil. Ja, dat klinkt dan denigrerend, maar hij klinkt sneller dan hij is, want hij is echt niet langzaam. Maar 300 pk op deze manier voelen wel erg goed, zeg maar. Dat, klopt. Dat is het vooral. Ja. Het is totaal deze meneer die heeft ons al aan horen komen. Dat is mijn collega. Nou, die heeft ons al aan horen komen. Ja, maar dat is wel fijn, hè? Want dan steekt hij niet zo over en denkt van, er komt er een auto aan. Nee, dat probleem heb je niet. Hij vindt, dan rijden we op het soort wegen waar je zo'n onderstel zeker niet aan zijn grenzen gaat brengen. Nee. Het voelt gewoon echt goed. Ja. En zonder dat hij heel nerveus of luid is of zo. Je hoort ook geen onderstel bijgeluiden. Nee, hij is degelijk. Ja, je hoort het Volkswagen piepje in het dashboard. Die horen we nu niet echt. Oh ja, maar ik kan de leren tellerkap. Kijk, ik kan de uitlaat ook even uitzetten. Dan heb je een stuk minder geluid. Ja, hoor je wat meer mechanisch het blok zelf, zeg maar. Ja, maar dat willen we eigenlijk niet, hè? Ah, 96 is best stil. Ik doe mee ook. Ook als je rustigheid hoort, dan meteen. Er is meer bas, zeg maar. Ja. Dat klinkt wel echt gaaf. Ja, het is een heel orkestje. Je hebt de bas, je hebt de treble, je hebt alles. Ja, afhankelijk van hoeveel toeren je draait en hoeveel gas je geeft. Ik moet zeggen, dit maakt hebberig. Jawel, hè? Ja, dat is vooral, dat geldt voor heel veel sportauto's en nieuw en duur, maar ook zeg maar het blijft wel geld, maar de pseudo bereikbaarheid van een 996. Ja. We hebben natuurlijk een 964 RS, überhaupt een 964, daar dromen ook veel mensen van. Klopt. Zo'n andere orde van grootte qua bedragen. Ja, maar ook qua rijbelevenis. Ja, dat is wel een stuk ouder, hè? Ja, dan rij je echt in een klassieke auto, vind ik. En hier heb je rijdt een moderne auto.
Hij rijdt heel puur, alles is puur natuurlijk aan deze auto. En ja, je hebt er echt zoveel lol in. Rijd er vaak in? Ja. Vooral met die gordels en die stoelen, dat is wel gedoe. Dat is wel gedoe. Ja, ook een parkeerkaartje trekken of zo. Ja, even naar de McDrive of zo. Je zou zeggen aan mijn lijf te zien dat ik dat regelmatig doe, maar in deze auto is dat wel een uitdaging. Ja. Nou, eigenlijk moet je inderdaad. Toerrit is leuk, rallyrijden is ook wel leuk, hè, van die rallyritjes. Maar het circuit daar is hier wel echt voor gemaakt. Ja, een puzzeltocht zonder wedstrijdelement. Ja, dat. Ja. Ja, precies dat. Je merkt nu wel dat de airco er niet in zit. Zou het raampje een klein beetje open doen? Een klein kiertje. Ik denk dat dat meevalt met hoe het naar binnen waait. Twee enthousiaste mannen hier de ramen te beslaan. Ja, dat is toch gek? Ja. Klinkt wel raar. Nou, zolang mijn rijen niet op een parkeerplaats staan, dan komt het wel. Nou, dat is lastig hoor, met deze stoelen en gordels. Ja, ja. Ik heb het niet geprobeerd, maar ik denk dat je gelijk hebt. Maar heb je ook het gevoel dat je je droom hebt vervuld hiermee? Nou, die droom wel. Ja, geeft je die vreugde? Ja, absoluut. Elke keer als ik hierin rijd, dan heb ik heel veel plezier. En dan stap ik met een grijns weer achter het stuur weg. En ja, deze droom is vervuld. Maar ja, je kent het. Ja, wat staat er nog meer op het dromenlijstje? De Ferrari F40. Uiteraard. Ja. Nou, in welke tijd heb je je huis en je bitcoins gekocht? Verkeerde tijd. Oké. Okay, ja. Goed. Heb je voor jezelf een lijstje wat je wil afwerken als het ooit kan? Of hoe zie jij dat? Kijk uit voor de voorsporter hoor. Wat nog op het lijstje staat is, ik vind een 996 turbo. Ja. En dan een handbak vind ik top. Zou ik alleen van vierwielaandrijving zou ik de voorwielaandrijving uitschakelen. Voormens GT2. GT2, dan zeg je van ja. Hè, daar hebben we weer iemand die verkracht Porsches. Hij maakt van een 996 Carrera 2 maakt hij een GT3. En van een turbo maakt hij een GT2. Maar ja, dat is toch jouw Porsche? Dat moet je zelf weten. 100% waar. Maar ja, dat vind ik ook wel heel gaaf hoor, 996 turbo. Alleen ook daar zie je dat er meer mensen zijn die dat doorhebben. Ja, maar het klinkt niet zo. Dan heb je niet dit geluid, zeg maar. Absoluut niet. Ik mag graag naar het circuit gaan, auto's kijken. Laatst was daar een gemaleerde Porsche Cup waar alles door elkaar heen gegooid werd. En daar reed inderdaad een 996 GT2, een originele, maar het enige wat je hoort is fluiten van die turbo's. Je hoort het uitlaatgeluid nauwelijks. Ja, dan heb je daarvoor in de plaats heb je wel 100 pk extra en wat meer koppel. Deze is gemener. Ja, nee, dat klopt. Dus qua rijden is dat natuurlijk fantastisch. En zo'n blok kun je ook nog wel meer pk's uithalen als je zo. Ja, heb je ook een Metzger-motor? Heb je ook? Ja, gaat als het goed is niet kapot. En toch moet ik zeggen, deze voelt ook heel bulletproof aan hoor. Ik heb niet het idee dat het een fragiele auto is. Nee, het is gewoon echt wat je zegt. Hij is gewoon echt heel mooi. Kijk eens, open weg. Nou. Zullen we even doen? Zonder om het niet te doen. Ja. Hebben ze veel tunnels hier in het noorden van het land? Hele kleintjes. Dan geniet je er vaker van. Hè? Veel kleine tunneltjes in plaats van één lange. Zo. Dat is helemaal waar. Maar ja, 996 dus. Een turbo vind ik mooi. Het blijft toch wel bij Porsche. Dat vind ik wel heel erg gaaf. Toch staan er heel veel mooie auto's. Kijk, een Mercedes AMG GT. Magnifiek. Zeker. Het geluid is fantastisch. Eigenlijk kan ik elke auto wel waarderen. Nou, we rijden nu langs Langs onze buren. Ja. Er staan ook een hoop mooie auto's. Vrij gevarieerd wat daar buiten staat. Ja. Maar een 997 GT3 RS, dat vind ik wel heel gaaf. Ja, dat is een soort overtreffende trap van dit. Klopt, ja. Nog wat hardcore, nog wat puurder. Een stuk meer vermogen natuurlijk. Dus nog even sparen. Nog even doorsparen, ja. Gaaf. Ja. Ja, ik vind dit, het is nog gaaf dan ik had verwacht. Dat moet ik eerlijk bekennen. En ik had al gedacht dat het erg gaaf zou zijn. Ja. Leuk dat ik erin mocht rijden. Ja. Leuk dat jullie hier naar wilden kijken. Heb jij nou ook iets gaafs? Dat kan je droomauto zijn. Maakt ons niet uit. Als je er nou een leuk verhaal bij hebt, meld je aan. URL hieronder. En voor nu, bedankt voor het kijken. Hoi. Ciao.